Dit zijn Wilhelm en Laurens Verton. Twee broers met een neus voor trends die aan het roer staan van retailer Omoda. Ooit één enkele schoenenwinkel in Zierikzee, maar inmiddels uitgegroeid tot een retail-imperium dat jaar na jaar het verschil maakt met de concurrentie. Online. Same-day delivery, avondbezorgen, wordt 12 uur 's avonds besteld de volgende dag in huis. En allemaal gratis. Maar ook met fysieke winkels in meer dan 20 steden. Wij doen het of goed of niet. En als het pand zich niet leent voor een machientje, doen we het gewoon niet. Hoe weten ze waar en wanneer ze moeten investeren? Ik denk dat we nu wel met deze winkel weer meer naar ons concept kunnen vormen. Ja. Waar vinden ze hun inspiratie? Ik ben pas naar China geweest en het leuke daarvan is niet alleen het technische aspect, maar vooral hoe het praktisch toegepast wordt. En hoe zien ze de toekomst van de retail in Nederland? Schoenen zijn overal te koop, dus je zult toch iets moeten toevoegen als bedrijf zijnde. En wie staat er dan eigenlijk aan het roer bij het eigenwijze Zeeuwse familiebedrijf? Voor mijn gevoel is het bijna al een stukje van mezelf. In een tijd dat veel retailers het onderspit delven, blijft Omoda maar groeien. Maar je mag nooit verslappen. Hoe lukt het Omoda om scherp te blijven? Je ziet het bij Uitblinkers in Zaken. Zierikzee. Hier dus, op het eiland Schouwen in het hart van Zeeland. Dat betekent weidse vergezichten, kilometers kust en de meeste zonuren van Nederland. Maar nu even niet, want het is december. Op het hoofdkantoor van Omoda worden overuren gedraaid tijdens deze voor veel retailers belangrijke maand. Morgen. Samen met Wilhelm Verton zijn we op weg naar de wekelijkse managementmeeting. Want hoe druk het ook is, de lange termijn uit het oog verliezen kan fataal zijn. Wij hebben daarna nog even met elkaar samengezeten. We kwamen in ieder geval wel tot de conclusie dat het voor jullie behoorlijk serieus was. Belangrijk punt op de agenda? Meer private labels in de winkels. Omoda wil sneller kunnen inspelen op trends. Als er iets in de mode komt, dan kunnen we nog bij wijze van spreken met 4, 5, 6 weken schoenen laten maken. Terwijl gemiddeld in de markt is dat 6 maanden. Een goed lopend eigen merk heeft alleen maar voordelen. In het verleden zijn zulke merken wel eens weggevallen tussen de bestaande brands. Hoe kan dit in de toekomst voorkomen worden? In ieder geval, het initiatief is stille dood gestorven omdat er gewoon niet genoeg focus op zat. Nou, nee, niet helemaal de waarheid. Wij hadden genoeg focus en wilden investeren, maar er waren er een paar bij die wilden geen euro investeren. En dan lopen de belangen uit elkaar. Kijk, en wat we nu willen doen is dat we dat in eigen hand alles hebben. Ja. Ik denk dat we er beter nu, zeg maar, iets te veel geld in kunnen investeren in Q1. En dan zeker ervan zijn dat het gewoon goed gaat. Dan dat we zeggen, nou, we gaan het of supersnel doen of gaan het half doen. En dan worden die merken, gechargeerd gezegd, tegen de muur gegooid en ze blijven niet hangen. Naast Wilhelm zit Jan, verantwoordelijk voor het dagelijks management van Omoda. En getrouwd met Marlinde, dochter van Laurens en Diane, die weer rechts van haar zit. Ja, de beelden lijkt mij ook wel belangrijk. Omdat het al een belangrijk deel is van je communicatie. Ze durven echt elkaar te corrigeren en ons ook. Soms denk ik ook van, ja, had ik dat dan beter voor moeten bereiden, maar juist een klein beetje open in een discussie gaan, geeft soms wel die dynamiek juist en dat er echt een heel goed resultaat uitkomt. Ik hoor opeens allemaal nog hele goede dingetjes. Schrijven jullie dat allemaal op? Het is alles op. Oké, top. De traditionele retailbranche zit in zwaar weer. De winkelstraten worden gekenmerkt door lege panden en de sale is bijna standaard in plaats van seizoensgebonden. Ik denk dat heel veel ketens onderschat hebben hoe snel het zou gaan. En investeringen in internet, daar hebben ze allemaal te lang mee gewacht. En ook in de vernieuwing in de inrichting. Het is te lang, systeemplafond en de klant moest het maar accepteren. Omoda is niet bang om te investeren en dit heeft zijn vruchten afgeworpen. Het bedrijf tekent consistent zwarte cijfers. 45% van de omzet komt uit de fysieke winkels, terwijl online 55% voor zijn rekening neemt. Naast Omoda.nl is er ook een .be voor België, ook in het Frans. Een .de en .at in het Duits en een .com in het Engels. Waar je ook woont, je kunt schoenen bestellen uit Zierikzee. Wij zeggen eigenlijk, we willen gewoon een retailer zijn die en online thuis bezorgt aan klanten en gewoon verkoopt in fysieke winkels. Als we puur naar de business kijken, zien we ook gewoon dat een winkel in een stad ook gewoon extra bezoekers naar online trekt. Dus mensen online ook bestellen in die stad. Omoda ziet de omzet in een regio met 25% stijgen nadat ze er een fysieke winkel openen. Dit komt vooral omdat de naamsbekendheid toeneemt. Ook opent Omoda met iedere nieuwe winkel ook in feite een nieuw magazijn waar de online klant gebruik van kan maken.
10% van de winkelinventaris vindt zijn weg naar klanten die online bestellen. Wij hebben daar echt de keuze gemaakt om alle opties aan te bieden die er zijn. Dus dan heb ik ook same day delivery, avondbezorgen, voor 12 uur 's avonds besteld, de volgende dag in huis. En ze kunnen daarna ook met het retour sturen ook die schoenen thuis opkomen halen of bij een bezorgpunt afgeven. En allemaal gratis zelfs, dus dat is ook nog een ding. Ik denk dat wij op deze manier echt het onderscheid kunnen gaan maken tussen de grote spelers zoals een Zalando of een Amazon. Maar ze zijn natuurlijk puur online en wij kunnen echt onderscheidend zijn met onze grote fysieke winkels. En als we die combinatie heel goed met elkaar houden en op allebei de fronten de kwaliteit, de persoonlijke service gewoon intact houden, dan denk ik echt dat we op die manier die strijd wel kunnen winnen. De combinatie van offline en online is een winnende gebleken voor Omoda. Maar hoe converteren ze een bezoeker van de winkel of de site tot een betalende klant? Online conversie is een gedeelte, is dat puur gewoon testen. Je ziet het in aflevering 2 van Uitblinkers in Zaken.